Ik ben Wouter van de Chef Academy en vandaag verwelkom ik heel graag Sophie van der Hasselt, culinair adviseur van Diebiek. Sophie gaat ons vandaag wegwijs maken met de Cream Plus Mascarpone, het nieuw product van Diebiek. Dus ik ben super benieuwd wat zij ervan gaat maken. Sophie, het woord is aan u. Ja, dankjewel Wouter, dankjewel. En de Cream Plus Mascarpone ook. Krijg ik hem er gratis bij. Top. Inderdaad Wouter, we hebben een volledig nieuw product bij Diebiek gelanceerd. We hebben er hard aan gewerkt om echt maar iets goed te komen. Het is room en mascarpone. Het is een mengsel, okay. 60% room, 40% mascarpone. Dus die mascarpone die zorgt voor zo dat heerlijke, lekkere, zuivelzurig smaakje, zo heel fris smaakje. Dus het is ten opzichte van een klassieke room, 35 of 40%, ga je merken dat die room plus mascarpone echt zoiets fris zuivel heeft. Dus hij is eigenlijk vooral heel lekker. Je kan hem gaan gebruiken in verschillende toepassingen, zowel in voorgerechten, hoofdgerechten, desserten, hartig, zoet, opkloppen, espuma, sausen mee maken, warme sausen, dressings. Eigenlijk is het een room die je door de hele volledige menu kunt gebruiken. Heel veelzijdig dus. Absoluut. Ik ben benieuwd wat dat u ervan gaat maken. Wel, ik ga beginnen met een feestelijk voorgerecht. Een beetje met eindejaar in onze gedachten. Okay. Gaan we een voorgerecht maken waarbij dat ik de room plus mascarpone zowel in een espuma ga gebruiken en ook in een dressing. Okay. Super benieuwd. Dus het is een gerecht met een tartaar van zalm. En ik heb eigenlijk een gravid lax-style tartaar die ik ga maken. Wat heb ik daarvoor gedaan? Ik heb gisteren een mengsel gemaakt van 2/3 zout, 1/3 suiker. Op smaak gebracht met zesten van mandarijn, dille en Sichuanpeper. Goed gemengd. Die zalm die zit er hier onderin. En ik leg daar een gewicht op. Ik kies ervoor om gewoon heel eenvoudig water in een vacuümzak te doen. Waarom? Omdat dat mooi aansluit. Geeft direct genoeg gewicht. En dus op die manier kunnen die smaken echt perfect in die zalm gaan marineren. Die zalm, eens dat die gemarineerd is, gaan we die in tartaar snijden. Heb ik al eventjes voorbereid. Dus de tartaar samen met een beetje fijn gesneden shallot mengen we. Gaan er nog een klein beetje olijfolie aan toevoegen om het echt mooi smeug te maken. Ja, zout gaat er waarschijnlijk niet aan toevoegen. Nee, daar zit er al genoeg in. Voilà. Ja, enfin, dat is altijd op smaak natuurlijk, hè. Even te testen. Maar zout zou ik er niet aan toevoegen. Peper daarentegen wel. Beetje peper, ja. Ja. Voilà. En eigenlijk hoeft dat niet meer dan dat te zijn. Uiteraard, moest je dat nu willen, kun je daar nog wat zesten van citroen of zo aan toevoegen. Maar Okay. Eigenlijk, de zesten van citroen komt zo dadelijk terug in onze dressing. Wouter, kan jij dat voor mij in een spuitzak doen, alsjeblieft? Dat kan ik zeker doen. Veel plezier. Dan kan ik al verder gaan met een beetje uitleg over de espuma. Wat heb ik hier in deze fles? De geïnfuseerde room plus mascarpone. Ik heb hem laten infuseren met zesten van citroen. Heel eenvoudig. Een klein deel room opkoken, zesten van citroen erbij. Gedurende een uur of twee mooi laten trekken. Nadien door de zeef aanlengen met gewone neutrale room plus mascarpone. Gaskartouche erop en dat dan één nacht laten staan in de koeling. Dan heb je een hele mooie espuma die echt heel goed die smaak van die citroen heeft opgenomen. Doordat er een hoog vetpercentage in die room zit, 37%, maakt ook dat die heel mooi smaken gaat opnemen eigenlijk, zoals die citrus smaakt. Dus ideaal eigenlijk voor infusies mee te maken die dan in de sifonfles kunnen gaan. Naast een espuma gaan we ook nog een dressing maken. En voor die dressing heb ik opnieuw die room plus mascarpone op de dag op voorhand eigenlijk al bereid. Dus wat heb ik ermee gedaan? Ik heb eigenlijk de room plus mascarpone gemengd met het sap van een mandarijn. Klein beetje azijn aan toegevoegd. Ik heb verjus gebruikt, maar je kan even goed bijvoorbeeld een goede appel, cider, ja, chardonnay azijnen, alle azijnen die je lekker vindt, kan je daaronder gaan mengen. Wat je vooral gaat merken als je azijn gaat toevoegen, is dat die room lichtjes gaat beginnen te stremmen. Ik heb er niet te veel bij gedaan, zodat het niet echt een zure room wordt. Hè, want dan zou je er echt knellis van kunnen gaan scheppen. Maar hij wordt wel al een beetje lobbig van structuur. Dat is ideaal om er dan nadien de dilleolie aan toe te voegen. Dus gewoon zelfgemaakte verse dilleolie. Je gaat merken, als je die daaronder mengt, je gaat nooit echt een mooi homogene dressing worden. Hè. Dat is olie met water mengen. Hou je eigenlijk echt die, ja, een beetje die schiftstructuur, maar dat is juist het leuke. Dat is wel leuk, de presentatie eigenlijk. Hè? Absoluut, dat is eigenlijk de bedoeling, want dat gaat heel mooi samengaan op het bord straks met de tartaar.
Oké, super. Eigenlijk zijn we dan klaar om te gaan dresseren. Wouter, zal ik een bord van jou Ik heb hier al een bordje voor u voorzien, Sophia. Dank u wel. Ik heb twee verschillende groottes van uitsteekringen voorzien. Het is de bedoeling dat we de tartaar juist mooi tussen de twee ringen gaan serveren. En dat we dan een holte in het midden hebben waar dat dan straks ook de espuma in kan. Ik heb nog een vraag over die espuma, Sophie. Mensen die bijvoorbeeld zo geen slagroom spuitbus in huis hebben, kan je eigenlijk de room ook gewoon opkloppen ter vervanging? Of, Absoluut, dat is eigenlijk een hele goede opmerking. Ik had het al vermeld, room heeft 37% vet. Dus een perfecte room om op te kloppen met de keukenrobot of met de hand. En daardoor kun je hem ook perfect gaan gebruiken als basis voor als slagroom eigenlijk. Een beetje suiker bij doen, misschien wat vanille. En zo dan bij desserten bijvoorbeeld gaan serveren. Oké, dank u. Voilà. Ik ga dat hier lichtjes aanduwen. Voilà. Dus ik heb die venkel gemarineerd in rijstazijn samen met een beetje limoenzesten. Gewoon vacuüm getrokken. Geeft die lekker crunch, hè. Die blijft mooi crunchig door die azijn. En je hebt die smaak die terugkomt. Wat gaan we er nog bij doen? Voor nog wat extra crunch, wat hazelnoten. Gewoon geroosterd, om de helft gesneden. Er komt ook nog een beetje olijfpoeder bij. Dat is gewoon zwarte olijven laten drogen. En dan fijn malen. Kleur, maar vooral ook wel smaak. Hè. Je krijgt een hele geconcentreerde smaak. De dilletopjes leg ik er ook al op. Je ziet, ik ga het gerecht eigenlijk al volledig garneren, zodat we klaar zijn om er als allerlaatste de espuma op te spuiten. Hè. Die espuma, dat is iets dat natuurlijk niet te lang kan blijven staan, gaan we serveren meteen nadat we het hebben uitgespoten. Hè. Voilà. De espuma van room plus mascarpone met citrusvruchten, die gaat mooi in het midden. En dan de dressing, de room plus mascarpone met dilleolie, die gaan we er heel mooi rond dresseren. Je ziet dat dat niet helemaal homogeen is. Je kunt er eventueel hier en daar nog wat olijfolie, dilleolie rond doen. Voilà. Ah, Sophie, het ziet er bijzonder feestelijk uit. Dank ik heb wel. Al enorm veel zin om daaraan te beginnen. Willen jullie dat ook thuis eens klaarmaken? Geen enkel probleem. We kunnen recepten terugvinden waarschijnlijk op de big.be of bij Metro. Geen probleem. Dankjewel, Wouter.